Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, Zeldaplay 20 en in de vorige aflevering hebben wij de golem hebben we verslagen, hebben we zijn stuff opgejat en kunnen we dus zeg maar overal een golem farming maken waar dat we zouden willen. Nou, in de vorige aflevering heb ik ook duidelijk gezegd, deze aflevering wordt de farming aflevering. Ik heb geen timer aan staan, dus ik heb geen flauw idee hoe lang dat deze aflevering gaat worden. Dus het kan een lange zit worden, het kan een korte zit worden. Ik heb geen flauw idee, ligt eraan hoe lang dat we moeten farmen. En hoeveel dat ik met fast forward ga effecten en hoeveel ik ga editen. Dus dat weet ik helaas allemaal niet. Eerst wat ik wil gaan doen is de naam van onze summon die we dus hebben gekozen. Ik heb heel veel reacties binnengekregen. Toonlink, Link... Guy with the mask en noem het maar op. Maar ik heb 2 keer een van dezelfde reacties gekregen. Dus die vind ik eigenlijk ook het meeste stem. En ik vind het eigenlijk wel bij passen omdat het spel pas geleden released is. Namelijk The Skull Kid. Met Majora's Mask op ofzo. Ik vond het heel erg leuk, dus we noemen hem gewoon Skull Kid. Fiverr, ben je het daar ook mee eens? Ja, mooi. Nou, in deze aflevering gaan we dus eerst beginnen met onze farm te maken. Zeg maar waar dat we onze golem gaan verslaan. En ik zat eraan te denken om dat gewoon bij onze basis hier te gaan doen. Het enige nadeel is we moeten hier dus zeg maar dan even een openingetje maken. En dankjewel. We moeten hier heel eventjes een openingetje maken. Dus wat ik ga doen is, we hebben dat sowieso nodig. Want dat geeft ons de regeneration die we nodig hebben. Dus ik ga hier heel eventjes een opening maken. En nou hoop ik dat ik dit goed ga doen. Want ik heb een paar runs gehad dat het dus heel erg fout is gegaan. Dus nou, we hebben het hier in ieder geval heel erg goed verlicht. We weten hoe breed dat de golem is. Dus ik denk dat dit wel breed genoeg is. En dat hij hier dan niet overheen kan springen. Dus dan moeten we de lizard dinges, die moeten we hier in het midden plaatsen. Oh wacht, het is volle maan. Oké, eerste farm commencing. We kunnen hier een bandage van krijgen. Oké, screw dit. Eerst eventjes de volle maan eventjes. Oké. Ik krijg damage als een gek. Maar ik wil eerst eventjes... Pick me, hou hem bezig. Ik bedoel, Skull Kid. Ik moet echt wennen aan die naam nou. Ga weg jij, ga weg. Jij ook. En jij ook. Kom op, geef een bandage. Geef een bandage. Oké, we hebben dus zeg maar ons bandage nodig. En dan hebben we weer een probleem dat ik dus zeg maar... Oké, weet je. Ik denk dat ik heel eventjes de turtle armor heel eventjes op ga halen. Even kijken. Ik heb de turtle armor heb ik al klaarstaan. Dus aangezien dat het nou dus nacht is... Ik weet echt niet wat ik hier allemaal moet gaan doen, jongens. Oh, dit is verschrikkelijk. Ik ga de hele nacht dus zeg maar doorfarmen. Die weerwolven die moeten we zoveel mogelijk verslaan om dus te kijken of we een bandage kunnen krijgen al early in the game. Dat zou helemaal geweldig zijn, omdat we hebben nog 3 items nodig voor ons ultimate shield waar we voor willen gaan. En blijkbaar is het volle maan en dan krijgen we dus weerwolven. En weerwolven die zijn heel erg handig. En ik moet naar het flashback huisje. Geef mij het flashback huisje. Oké, waar is de turtle armor? Die staat al in 2. Oké, even kijken, want ik heb nou de helm afgedaan, toch? Hier heb ik 1 helm. Ik had 2 helmen. Waar is die andere helm? Daar, oké. Dus dan moeten we deze even daar plaatsen. Deze plaatsen we heel eventjes daar. Dan moet ik even snel zijn, jongens. Oh boy. Oké, die snel daar. En als ik het goed niet vergis, dan zitten we nou op 77 defense. Dat is meer defense. Alleen, we hebben dus zeg maar geen extra buff. We hebben dus zeg maar... attackers take full damage. Dus aanvallers krijgen nou ook aanval of schade als ze ons aanvallen. Een soort van thorn potion die we dus altijd bij ons hebben. Ik zal dadelijk laten zien hoe dat de armor eruit ziet. Maar het is nou volle maan. En de maan is al bijna voorbij. Dus ik wil dit zo snel mogelijk gaan doen. En aangezien dat we nou vijanden aantrekken, wil ik hier zo snel mogelijk naar de Blue Kennel plaatsen. Zo. En dan moeten we wachten. Daar hebben we er één. Dus ja, dit wordt heel eventjes farmen. We hebben weer een shackle. Wie wil er nou een shackle? Ik wil geen shackle. Ik wil een bandage hebben, jongens. Geef me een bandage. Skull Kid. Skull Kid. Kun jij even hier tot ze hier komen? Oké. Wij wachten hier. Wij wachten hier bij een blue cat. Kom op, het is een volle maan. Dan zouden de enemies moeten spannen als een bezetene. Oh, hier hebben we er een. Hallo. Kom op, geef nou een bandage. Ik denk dat we hier al bij onze farming onze eerste fast forward een moon charm. Oh, dan kunnen we zelf een weerwolf worden. Wat leuk. Oké, net zoals al die andere items hebben we maar 1% kans om te droppen. Dus ik denk dat ik hier al even nou de eerste fast forward in ga commencen bij deze farm. Aangezien dat we blijkbaar een volle maan hebben en dus zeg maar die weerwolven kunnen killen. Dus zoals altijd, fast forward commencing. Doe maar een leuke muziekje. Verzin iets.
Oké, nou, dat was de eerste fast forward. We hebben dus zeg maar een Mooncharm te pakken gekregen, maar we hebben niet de bandit te pakken gekregen. Dus de eerste, helaas, eerste farming is een failure. Oké, nou, we hebben in ieder geval nog meer farmings te doen. Dus sowieso deze die mag nou heel eventjes weg, want die gasten die spannen niet meer. Dan ben ik wel bij één groot probleem achtergekomen, dat de corruptie weer aan het spreiden is. Dus ik moet heel eventjes een knipje maken om heel eventjes de cleanse neder te pakken en dat heel even weg te gaan. Dus ik ben terug in een seconde. Oké, nou, daar is ook weer weg. Ik hoop dat het zo goed genoeg weg is, want anders hebben we nog een probleem en dan sperrt het gewoon weer en daar heb ik helemaal geen zin in. Maar goed, wat we dus gaan doen is, we gaan hier eventjes onze kolen farm maken en ik denk dat we dat een bepaalde aantal keren moeten gaan doen, dat we nou de kolen dus kunnen verslaan. We hebben nou veel meer defense dankzij de turtle armor, maar die kunnen we dus nog een keer upgraden en daarvoor moeten we dus zeg maar een paar beetle dingetjes gaan farmen. Dus zonder enig op het nou denk ik eraan om heel eventjes hier veiligheid voor alles te gooien. Kan ik hier wel aanhangen met de grappling hook? Ja, alleen dan denk ik dat ik nog goed gepompt word door de beest. Ah, we zullen gaan kijken hoe dat het uitpakt. Waarom ook niet? Dus oké, nou, dan wil ik dus zeg maar hier 3 traps. 1, 2, 3. En ik wil hier dus zeg maar 3 traps hebben. 1, 2, 3. Ja, dit is genoeg ruimte voor die golem om in vast te zitten. Dus als we het goed doen... Oké, nou, we gaan dus wel even kijken. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Volgens mij kan ik daar echt niet overheen springen, hoor. En ik heb geleerd van mijn vorige fout, dus... volgens mij kan ik hier echt niet overheen springen. Ik bedoel, zolang dat we hier geen opening of iets neerzetten... Oké, nou, moet ik er wel eventjes de traps even goed zetten. Oké, dus dan doe ik het één keer, zeg maar, zonder fast forward. En dan doe ik de andere keren, als die dus, zeg maar, goed gaat, doe ik gewoon een timertje in beeld zetten. En dan gaan we gewoon kijken hoe vaak dat we hem kunnen killen en hoe lang dat we erover doen. Gaat voor jullie in de fast forward natuurlijk. Zoals ik al zei, farming aflevering, farming. Dus ja, daarom praat ik nou ook heel erg snel. Om dan eventjes, ja, ik hoef eigenlijk geen... Ik bedoel, ik heb de buff. Ik heb hem hier, dus waarom ook niet? Oké, nou, eventjes de ranch eventjes pakken. Eventjes dit link met elkaar. En als die dus zeg maar vrijkomt, dan hebben wij gewoon een heel erg groot probleem. Dus laten we maar hopen dat dat niet gebeurt. Ah, dat maakt niet uit. Dat maakt niet zoveel uit. Oké, zo. Oké, even een testje of de traps werken. Oké, ze werken. Nou, ik heb mijn buffs en regeneration potion voor de zekerheid bij me. Ik heb ook de grenade launcher voor de grap meegenomen, omdat die doet enorme schade. Dus als ik me niet vergis, kan ik die gewoon zo naar beneden schieten. Kunnen proberen. Dus laten we maar oproepen. Oké, hij zit vast. Hij zit vast. Hij zit vast. En buff. Oké, ik ga dus eerst even heel veel granaten erop gooien zo. Beetje zigzaggen zodat hij me niet kan raken. Oké, gewoon al die granaten die we hebben gevonden van Plantera. Hij kan net niet hoog genoeg springen. Dat is zeker handig. En oh, ik moet wel uitkijken dat ik niet door die vuisten geraakt word. Zodat dat ik een granaat gooi, want dan doe ik me eigenlijk heel erg veel schade. Oké, tijd voor een mini shark. Oké, zoals je ziet, we doen nou niet zoveel schade meer met de Mega Shark, omdat we nou een ander armor hebben. Maar het zorgt er wel voor dat we minder schade nemen van die vuisten, wat zeker heel erg handig is. En dadelijk als een ding... Ik heb die trap hier niet aangezet, hè. Mag ik even... Cheap damage. Ik zeg cheap damage. Oké. Dus. Oké, here we go. Oh, nou begint het met de lasers, hoor. Oh, nee. Nee, kom terug hier. Kom terug hier naar beneden. Braaf. Oké, ik moet hem blijkbaar dus hoger maken. Oh boy, ik neem heel veel schade nu. Nou ja, het valt nog mee eigenlijk. Ik kan nog steeds health potion gebruiken, dus oh boy. En help. Kom op. Nee, die willen we niet hebben. Wil jij hem hebben? Oh man, waarom heb ik geen Nimbus? Waarom heb ik geen Nimbus? Oké, we hebben de Nimbus nou. Oh, nee, hij is weer uit, Kom terug erin. Oh boy. Ik neem heel veel schade. Weet je wel, ik ga gewoon wegvliegen. Ja, je bent een hoofd. Oké, 15 seconden. Oh boy. Ik ga het zo niet goed. 8 seconden. Ik wil geen dead count in de farm aflevering. En help. Oké. Oh boy. Ik moet echt definitely mijn trap hoger zetten daar. Voor de farm. Kom op, we hebben hem bijna.
En hij heeft mij ook bijna. Nee, 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 nee. Oh boy, dit gaat zo fout. Dit gaat zo fout. Waar is hij? Oh boy, nee. Oh, shnikes. Oké. Dat was veel te close naar comfort. Oké, dus die trap nu moet hoger. Ik moet die nimbusrot daar neerzetten. Dus ik zie jullie in een seconde en dan gaan we met de farm beginnen. Dus geef me een seconde. We hebben eigenlijk van hem gekregen. Heb ik dan genoeg? Volgens mij niet. Oh, we hebben weer zo'n stom ding gekregen. Daar heb ik niks aan. Ik wil de stinger. En meer beetle dingetjes. Oké, nou ik ben terug in een seconde, jongens. Oké, zoals jullie kunnen zien heb ik eventjes de farm eventjes, of ja, de trap heb ik wat hoger gezet. Dus daarom wat maakt het ons ietsje makkelijker om hem te gaan verslaan. Dus ik moet nou heel erg goed timen wanneer dat ik dit ga doen. Zoals jullie zien, we hebben nou een timer in beeld onderin. Dat gaat zien hoe vaak dat we gaan farmen. We kunnen hem 8 keer verslaan. Ik weet niet of ik hem echt volledig 8 keer ga slaan. Jullie zien het op 8 keer de snelheid, dus ik hoop dat het nogal snel gaat. Dus zonder enig op onthoud, ik ga heel eventjes snel die timer even aanzetten. Zo, hij loopt. En fast forward, commencing. Here we go. Oké, als ik me niet vergis hebben we 9 golems verslagen. Damn. Dat was even... Oké, geluid valt heel eventjes weg jongens, want dan doe ik heel even de timer weer weg. Maar damn, dat was even een ingreep zeg. Zo, hey. Nou, wat hebben we allemaal gekregen? Nou, is deze farm effectief geweest? Nou, sowieso hebben we dus zeg maar alles te pakken gekregen. Nou ja, bijna alles. Qua beetles, beetle stuff hebben we dus zeg maar te pakken gekregen wat we wouden hebben. Dus als we dus zeg maar kunnen zien in onze inventory. Ik heb niks weggestakt. Ik ben eventjes op en neer geweest om heel eventjes ammo te hervullen. Dat was alles eigenlijk wat ik gedaan. Ik heb niks veranderd aan de defense of de setup. Speciaal voor jullie natuurlijk. Dus wij hebben in totaal nog 3 keer de useless Eye of the Golem. Ik vond hem persoonlijk useless. Hij is op zich wel handig voor critical challenge. Ik vind hem persoonlijk useless. We hebben de Staff of Earth. Die schiet zeg maar een boulder op... overal naartoe, dus dat is handig. We hebben de Keen Volume Kist. De Keen Volume Kist. De Keen Golem Fist, oftewel de gewone Golem Fist. Die schiet dus zeg maar de vuist van de golem. Die hebben we dus ook eentje gevonden. We hebben nog een Large Pixel gekregen. We hebben een Golem Trophy. We hebben eindelijk de Stinger. De Stinger is een soort van explosive bolt die je zelf niet raakt. Want op het moment dat ik die schiet, krijg ik dus zeg maar zelf geen schade, wat heel erg fijn is. Is heel erg makkelijk om te gebruiken. We hebben de Heat Ray. Dat zijn die lasers die hij op ons afvuurde. Die hebben we dus ook gekregen. We hebben de Hatchet. Dus volgens mij roept hij automatisch in op vijanden. Dat weet ik niet zeker, maar volgens mij wel. We hebben een ton van healing potions. En we hebben nog 1 pixel gekregen. Nou was er nog 1 drop die hij kon droppen. Dat was namelijk de Sunstone. Die hebben we eigenlijk nodig voor een Mooncharm. Ik probeer hem te krijgen in deze serie. Ik weet niet zeker of het mogelijk is. We hebben nog steeds healing en defense potions over. Dus dat is helemaal geweldig. Maar wat ik dus ga doen is... Ik ga heel eventjes mijn inventory clearen. En ik zie jullie in een seconde. En dan gaan we over naar farm 3. Is deze farm geslaagd? Ja, vooruit. Want voordat ik eigenlijk mijn inventory ga clearen, heel erg belangrijk om dat heel even eerst te gaan doen. Wat we willen doen is, als we onze turtle armor heel eventjes uitzetten. Dan zien wij, als wij hierbij komen, bij onze
farm. Dat we dus zeg maar 3 nieuwe iron dinges kunnen maken. Dit is de Beetle Armor. Je kunt gaan voor defense. Die zorgt voor 5 increased melee damage en critical strike chance. Of je kunt met minder defense. En dan krijg je 8% increased melee damage en critical strike chance. En 6% increased movement speed. Dus het is echt defense wat je dus zeg maar zou willen. Nou, ik heb persoonlijk altijd liever voor defense. Dus ik heb liever dus zeg maar de helm. 23 defense. Deze van 32 defense. Dit is echt mijn lievelingssetting zeg maar voor melee. Dat ik dus echt voor defense ga. En als we die dus equippen. Laten we eventjes kijken hoe we eruit zien. Heel badass. En we hebben dus nu 85 defense. Dit is een van de hoogste defenses die je kunt krijgen. Als je alles ook nog eens een keertje hier op 4 zou zetten. Dus dat je overal 4 dingen. Dan zou je over de 100 defense zitten. Dat is echt geniaal gewoon. Maar die beetles die we dus zien. Beetle endurance. Take damage reduced by 45%. Dat wil dus zeggen op het moment dat we geraakt worden. Dan zal één beetle zeg maar ongeveer de helft van de schade die we zouden krijgen. Zouden die absorberen. We hebben er 3. Dus de eerste klap is 45%. Dan heb je 30%. Dan heb je 15%. En als je een tijdje niet geraakt wordt. Dan regenereren ze weer. Dus ontzettend handig. Ik zet weer heel eventjes mijn link. Kostuumpje weer even aan. Natuurlijk. Dus en ik ga mijn inventory kleren en ik zie jullie natuurlijk in een seconde. Nou, mijn inventory die is weer gekleerd en van al dat bosfarmen hebben we dus zeg maar 2 platinum coins. Dus wat ik daar even mee wil doen is toch heel eventjes reforge. Ik denk dat ik nog... Ja, het klinkt misschien heel erg gek, maar ik voel me echt heel veilig met extra defense. Dus ik ben altijd een defense liefhebbertje. En ik wil toch in plaats van 1 defense wil ik toch iets meer... Nee, ik wil geen herstel. Juist. Ik wil toch heel eventjes zeg maar meer defense op mijn hoverboard hebben. Dus wat ik ga doen is ik doe heel eventjes mijn hoverboard heel eventjes reforge. 3 damage. Movement speed. 3 melee speed. 3 movement speed. 3 defense. Daar ben ik tevreden over. Oké, hoeveel kosten dat? Nou, bijna een hele plaats van mijn coin. Hebben we nog meer dan ik kan reforgen? Deze geeft op 5 defense, maar ik hoop dat dat dadelijk ook weer goed gaat. Geef jij 2 defense. Ik heb best wel veel defense, maar kijk, ik zit op 87. Jij hebt helemaal niks. Charm of Mids, we gebruiken jou toch, dus... wat geeft hij jij? Life regeneration, cooldown, oké. Okay. Movement speed. Nah. Movement... Ik wil geen movement speed, ik wil iets van... Damage. Melee speed. Ja, vooruit dan. Wij doen het wel met melee speed. Ik bedoel, dat verbrasten bijna al onze geld. En we hebben, als we dus dadelijk nog zo'n solar eclipse gaan krijgen. Ik heb trouwens daar even die trofee opgehangen. Als we nog zo'n solar eclipse gaan krijgen, dan ben ik heel erg blij konijntje natuurlijk. Dat we dan nog misschien een broken hero soort kunnen krijgen. Oké, geld kan daarin. Ik heb er eentje trouwens bewaard. Ik heb de rest allemaal verkocht. De reden waarom misschien dat we hem nog gebruiken. Ik bedoel, het was een accessoire. We hebben daar de kistjes voor. Dus waarom ook niet? Laten we het daar maar gewoon heel eventjes in plaatsen. Dat is net zo makkelijk. Dus... Zo. Nou, dan hebben we dus zeg maar hier nog 3 items voor nodig. Zoals de bandage. Nou ja, de bandage, we hadden al een volle maand. Dus daar kunnen we eigenlijk heel weinig mee op het moment. Maar bandages kunnen we dus ook vinden in de dungeon. Dus dat is zeker handig als we dan de dungeon ingaan. Maar voor nu gaan we dus eerst kijken of we de Trifold map te pakken kunnen krijgen. En de... Armored Skin Polish? Skin Polish? Volgens mij heet het Skin Polish. Die kunnen we zowel hier krijgen als hier. Maar ik ga gewoon kijken, als we de Trifold map hebben, dan ben ik al tevreden. Dan gaan we gewoon daar naartoe. Dus laten we gewoon kijken hoe lang dat de Trifold map gaat kosten. Dus ik zie jullie daar beneden. Oké, we zijn nu bij de farm terechtgekomen. De timer die loopt ondertussen al. Deze gasten die kunnen dus zeg maar die die armor skin polish dragen. Dat is een van de 3 items die we dus nodig hebben. Ik zeg 3, want er zijn dus 2 accessoires... Of 2 accessoires die we nodig hebben voor het ultimate schild te maken. En we hebben dus zeg maar 1... hij kan zeg maar iets voor boos droppen. Wat zeker heel erg handig is. Dus wat ik heel eventjes ga doen. Ik ga hier heel eventjes een blokje wegminen. Even kijken. Laten we dat hier doen. Tot die overal effect heeft. En dan wil ik dan heel eventjes de blue candle even hangen. Dan ga je me niet vertellen dat ik hier geen... Oké, toch wel. Gelukkig. Ik wou zeggen, dan zou ik weer helemaal terug moeten. Dus ja, dit geldt om de farmtijd. Dit zorgt ervoor tot er meer vijanden spawnen. Dus laten we maar kijken hoe lang dat het duurt voordat we een van de 3 items krijgen. Dus nou, deze dingen die zijn dus heel erg belangrijk. Die kunnen dus een ding droppen en die doen behoorlijk veel schade. Maar ja, wij hebben een enorme defense op onze naam staan. Dus dat is alleen maar goed. Op onze naam staan. Dus dat is alleen maar goed. En dan hoop ik ook van die hele grote zoobets eigenlijk een beetje tegen te komen. Kijk, die kunnen dus de Trifold map droppen. Dus ja, laten we maar hopen dat we zoveel mogelijk te pakken kunnen krijgen. Dus ja, dit wordt dus geen fast forward. Dit wordt een compilatiestukje. Dus de timer die blijft gewoon lopen. Dus kunnen jullie ongeveer zien hoe lang dat we ermee bezig zijn. Dus gebeurt er iets boeiends, komen we Mimic tegen of iets? Ik zie jullie dan. Mimic! Onze eerste Mimic die we hier tegen kunnen komen. Hartstikke gezellig. Joepie. En die hebben we al. Ja, dat is spannend. Leuk.
Fijn dat hij ook eventjes zijn gezicht laat zien. Natuurlijk hebben we ook weer een skeleton bannen voordat we die armskin polish dinges krijgen. Het is altijd wat met die bannen. Ze echt 0,5% mijn linker neusgat. Echt, ik word... In de let's play, ik constant. De bannen die zijn rare, maar ik krijg meer bannen als alles. En daar word ik gewoon niet vrolijk van. En hier weer een mimic. En dan ben ik al gezegd van... Ja, ja, ik ga gewoon door. Ik kan niet elke mimic knippen. Maar daar kom je dan toch wel weer tegen. En natuurlijk hebben we weer eerst de bannen voordat we dus zeg maar de drop krijgen die we nodig hebben. Leuk. Oké, nou, ik ben heel eventjes op en neer bezig gegaan om heel eventjes te kijken of ik battle potions had. En ik heb dus battle potions meegenomen. Nou, blijkt dus dat ik al blijkbaar al de fleeting trifold map op heb gepakt. Waar dat ik hem heb opgepakt, ik weet het niet. Fiverr die zal waarschijnlijk heel erg hard hebben uitgelachen en noem maar op van... Dude, je hebt hem al, weet het allemaal nog meer. Maar we hebben dus al één item te pakken gekregen van de twee items die we echt hier alleen te pakken kunnen krijgen. Dus wat ik ga doen, ik ga heel eventjes een battle potion gebruiken. Ik ga zoveel mogelijk vijanden proberen te verslaan. Hopelijk dat wij nog de armor polish krijgen. Is niet een van de required. De requirement is dus zeg maar dat we nog de... ja, hoe heet dat? De Magic Quiver geloof ik dat die heet. Dat is nog één item die we hier moeten krijgen. De Iron Skin Potion. Of de Iron Skin. De Polished Armor dingy. Dat zal heel erg fijn zijn als we die hier nog zouden vinden. Vinden we die hier niet, dat is dan heel erg jammer. Dus dan vinden we hem wel in de dungeon. Wij gaan op zoek naar vijandjes. We hebben de Armor Polish! Yay! En we hoeven daar in ieder geval niet meer voor te gaan farmen in de... Mimic. Dungeon. Echt geloof me, die gaan we heel erg veel krijgen. En een dual hook! Oh, oké. Het geluk is nou een beetje aan mijn zijde aan het komen. Nou hoop ik dat ik de item kan krijgen, want we hebben hier nou nog één farm te doen, dus... Oh, boy. Battle potions, die werken echt heel erg goed. Maar we hebben dus zeg maar nou een dual hook, die beter is dan een Ivy Whip, dus... Kijk, gebruikt hij die nou? Nee, nou... Moet ik hem zo houden dan. Juist. Dus dat is zeker handig. Maar we moeten dus nog heel erg veel van die pijlenboogkastjes verslaan. Want we moeten die Magic Quiver hebben. Dit is de enige manier om hem te krijgen. Door die gasten te verslaan. En die komen namelijk niet voor in de dungeon. Dus... op zijn max nog één battle potion. Ik weet nog niet eens. Op hoeveel staat de timer? Ik zie de timer zelf niet. Jullie zien hem. Ik niet. Ik wil even kijken voor de grap. De timer die staat op. We zijn een half uur aan het farmen zeg. Zo hé. Hey. Gaat het lekker? Nou. Ik farm nog heel even door. Beamsword? Oké, die heb ik nog nooit gevonden. Oh jawel, wacht, die heb ik wel een keer al gevonden. Oké. Volgens mij was dat 0,5% net zo goed, maar... Tot nu toe hebben we nog steeds geen geluk. Met de Magic Quiver. En ja, die heeft ook maar 1% kans, maar ja, jullie kennen ondertussen mijn geluk wel. Oh. Hi Mimic. Doei Mimic. Ik heb geen inventory space meer. Ik heb gewoon geen inventory space meer. Ik heb gewoon geen inventory space meer. Ik wacht tot mijn battle potion voorbij is en dan call ik het te quits. Echt serieus jongens. Nou, jij bent de laatste doodle. Jij bent de laatste doodle. Nee. Nee. Oké. Stop maar. Stop. We gaan naar huis. Oké, nou. We hebben bij die farm 3 Philosopher Stones, 4 Magic Daggers. Nou ja, we hebben wel in ieder geval de 2 dingen nodig die we dus zeg maar, waarvoor we zeg maar naartoe kwamen. We hebben geen bandage gevonden, maar de bandage, ja, dat maakt niet uit. Dat is alleen maar in het water, dat is een hele extreem kleine kans. Maar we hebben dus niet de Magic Quiver. En de Magic Quiver was niet een van de required items in deze Let's Play. Maar ik zou hem toch dolgraag eigenlijk aan jullie willen laten zien. Ik ben 51 minuten bezig geweest met farmen. Zoals jullie dus zeg maar zullen zien. Ja, ik doe eventjes dat klokje even weg. Ik doe hem heel even weg. Timer weg. Poef. Oké. Dus we hebben 2 van de items die we nodig hebben. Dat is alleen goed.
Nou is er nog één item dat ik zeker nog nodig heb. En dat moet ik in hel vinden. Oh boy, we mogen weer terug naar de hel. Dus wat ik eerst eventjes ga doen. Ik ga eerst eventjes bij onze accessoires, hè. Ik ga eventjes... Ja, we hebben er nog eentje trouwens gevonden. We hebben er twee, dus allebei fleeting. Hartstikke leuk. Dus we hebben hier nog één item nodig en dat is de bandage. Maar we hebben dus nog eventjes een magma stone nodig. Nou, we hebben de philosopher stone, heel erg leuk. Maar we hebben dus zeg maar de magma stone nodig nog om onze mechanical glove te upgraden. Dus wat ik heel even snel ga doen is, ik ga heel eventjes naar mijn inventory clearen. En ik zie jullie in een seconde. En weet je wat nou het ergste is? We hebben twee van die armored skeleton banners. Dus... Maar we hebben ook een beamsword, dat is grappig. Die zou ik in de rare itemdoos gooien. Maar ik zie jullie in een seconde. Oké, nou is het jullie meer nog even tijd te nemen voor onze laatste farm. Ik heb echt geen flauw idee hoe lang dat we in deze aflevering zitten, aangezien dat er zoveel geknipt wordt. Maar er is nog één ding wat we dus nodig hebben. Hé, kijk, ons mushroom bij hem. Wat we nog nodig hebben is de magma stone. Die moeten we dus in de hel halen. En in de hel zit nou een heel gevaarlijk vijandje. Nou, dat we de destroyer hebben verslagen. Dus daar moeten we zeker voor gaan uitkijken. Wat we moeten killen is, we moeten firebats killen. Op het moment dat we in hard mode zitten, hebben we een grotere kans op een magma stone. Dus ik ben een klein beetje verbaasd tot we die nog niet hebben. Maar ik heb dus zeg maar wel weer een battle potions heb ik bij me. Ik heb een water candle bij ons. Dus we zullen overswarmd worden door vijanden. Inventory is ook geclipt, zoals jullie kunnen zien. Dus we gaan gewoon even naar een normaal stukje van de hel. En daar gaan we beginnen met deze laatste farm. Dit is echt de laatste farm die we gaan die we moeten doen. Dus ik... Oh, daar hebben we gelijk die nieuwe vijand. De Red Devil. Die tridents, die doen pijn. Daar wil je niet door geraakt worden. De Red Devil, die heeft kans. Als jij hem nou gaat droppen, echt. Ik ga gillen. Oh, dat zou wel heel erg hilarisch zijn geweest. Deze Zubats die we dus net zagen. Die droppen dus zeg maar het ding wat we nodig hebben. Dus wat ik ga doen, is ik ga heel eventjes snel weer een pilage maken. Even hier een blokje eventjes droppen. Want dit is normale biome. En dat willen we zeker hebben. Plaatsen. Blue candle erop plaatsen. Oké. Okay. Eventjes de timer weer bijpakken. Want we zijn weer begonnen met farmen. Dus ik doe heel eventjes deze kleren en even starten. Dan komt hij ook weer eventjes gelijk in beeld. Zoveel dingen die ik tegelijkertijd moet doen. Zo. Oké. Die loopt. En... Nou, laten we farm maar beginnen. Dus battle potion commencing. Here we go. Angry magma stone. We hebben hem. Oké. Okay. Dat duurde niet zo lang. Hoe lang duurde dat? 2 minuten? Ah, dat valt op zich wel mee. Oké, nou en... Oh, dat is de verkeerde. Oké, dan mag de timer weer weg. En dan gaan we weer terug naar huis. Dus, nou, dat ging heel erg snel. Ik heb maar 1 battle potions hoeven te gebruiken. We hebben nog 5 minuten. Nou, oké, dan mag hij uit. Hoppakee. Anders blijven we enemies krijgen en daar hebben we natuurlijk geen zin in. Nou, wat we dus zeg maar met die Angry Magma Stone kunnen doen... is als we bij de Tinkerer komen en we pakken dus zeg maar onze... ik vind het zo jammer dat nou die warding eraf gaat. Maar ja, we hebben geen keus. Dan kunnen we dus zeg maar de Fire Gauntlet maken. Dus dan hebben we dus zeg maar onze increased melee damage en speed. Heel erg handig. Maar dan doen we alle vijanden ook nog eens een keertje vuurschade met alle aanvallen waarmee we hem raken. Nou, we hebben zoveel lopen farmen. Echt verschrikkelijk. We hebben dus zeg maar de golem farm gedaan. Dat was iets van een kwartiertje of zo tot we 9 golems hebben verslagen. We hebben de dungeon farm gedaan, wat 51 minuten kostte, waardoor dat we wel 2 items nodig hebben, of 2 items hebben gevonden die we nodig hadden. We zijn dus eventjes in de hel geweest en nou wil ik hier nog eventjes een leuke, een leuke stat op. Wie weet, misschien kan ik hier ook nog wel increased damage of zo op krijgen, wie weet. Dus dat ga ik heel eventjes doen. Eventjes de reforge er even bij pakken. Nee, ik wou niet shoppen, ik wou even reforgen, dankjewel. Oké, wat hebben we? Angry, 3% extra damage. Maakt hem 12. Oké, doen we het voor. 100 melee damage. En als ik hem dan niet equip? 91, zo, dat... dat increase nogal. Ah, daar ben ik blij om, daar ben ik blij om. Dat is goed, dat hebben we zeker nodig. Nou, dat is dus al het farmen wat we dus tot nu toe gedaan hebben. En heb ik iets leuks? Heb ik iets heel erg leuks? Nou, eens even kijken. Ah, deze opname die duurt... Nee, je hebt onzin. Deze opname die duurt veel te lang. Ik heb het gewoon echt in 2 sessies op moeten nemen. Zo erg is het gewoon geweest. Nou, dus ik ga heel eventjes naar de comment van de dag... en ik zie jullie zoals gebruikelijk in een seconde. Oké, nou, de comment die is geplaatst. Laten we gelijk eens eventjes een kijkje gaan nemen. De comment van aflevering 28 komt van... Robinski Vlogs en die had geschreven... Die banners toch? Hé, Stefan, kop op. Nou, inderdaad, die banners, ze zijn verschrikkelijk. Het is echt gewoon de middelvinger van het spel als ik aan het opnemen ben. Nogmaals, banners hebben 0,5% kans om te droppen. En als ik dus, zeg maar, hier
Ik heb hem wel opgeslagen, hè? Ja, ik heb hem wel opgeslagen, oké. Als ik dus zeg maar hier ga kijken naar hoeveel banners dat we hier al niet hebben hangen... ...van verschillende vijanden en de dubbele hebben gewoon weggegooid... ...dat is gewoon belachelijk veel. Als ik een bannerrun zou doen op Let's Play gebied... ...dan zou ik 0,0 banners krijgen. Dan zou ik helemaal niks krijgen. Maar Robinski, heel erg bedankt dus zeg maar voor je leuke reactie. Ik geef de moed niet op, dus je staat op de wall of... ...ja, je staat in het flashbackhuisje van Awesome Comments. Heel erg bedankt voor je leuke reactie. En in de volgende aflevering, ik heb geen flauw idee hoe lang deze aflevering... Als deze aflevering over de 40 minuten is, mijn excuses daarvoor. Maar ja, dat is farming. En er is heel veel weggeknipt, dus ja, ik weet niet hoe lang dat duurt. Het kan ook heel erg kort zijn. Ik moet hem nog bewerken, dus dat weet ik niet. Maar goed, in de volgende aflevering gaan wij richting de nieuwe dungeon. Daar is nou heel erg veel te vinden. Hopelijk vinden wij daar dan, zeg maar, de bandage die we nog moeten vinden. Dat is het enigste item dat we nog moeten vinden voor het unieke schild. We kunnen daar heel veel nieuwe wapens vinden. We moeten daar ook weer een farm maken. Maar die gaat volledig automatisch voor een plasma dinges. En daar gaan we het de volgende aflevering bij houden. Dus we zullen zien hoe dat gaat lopen. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je nog vragen of een leukste momentje? Laat natuurlijk erachter. Laat een reactie achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Heb je nog extra tijd over? Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Ik dank jullie sowieso voor het kijken. Hoop jullie allemaal morgen weer te zien bij de volgende aflevering. En ja, tot dan. Dit was Zelda Play 20. En ik sluit nu af. Doei!